is een filmpje over duindorens. Duindorens zijn de zure oranje besjes die hier op het eiland Texel veelvuldig in de duinen voorkomen. Ik zeg altijd, alles wat je lokaal kan krijgen, eet dat lokaal. Dus haal niet van ver wat je eigenlijk dichtbij in je eigen leefomgeving hebt. De besjes zitten aan bomen en struiken met hele scherpe puntjes. Dus zijn vrij lastig eraf te halen. Ze zijn gigantisch zuur. Dus als je in de duinen loopt en denkt, oh, ik neem er een paar, nou vijf. En dan heb je genoeg ook. Ik heb er een heleboel gekregen dit jaar. Ik heb ze niet eens zelf hoeven plukken. Dus ja, rijkdom. Voor de extra vitamine C boost in de winter. Ik heb wat experimenten gedaan van hoe ga ik dat nou verwerken. Nou, één, ik heb de hele bes in de dehydrator gedaan. En ik heb de besjes gedroogd. Het duurde best lang eerdat ze echt een beetje goed gedroogd waren. En dat er niet nog vocht in zat. Want ja, als je ze niet goed doordroogt, dan gaat het schimmelen. En van deze gedroogde besjes heb ik gemaakt homemade poeder. Dus dit is duindorenpoeder van Texel. En die duindorenpoeder die ga ik gewoon lekker toevoegen in smoothies. Wat ik ook heb gedaan met een ander deel is sap gemaakt. Alleen die sap die kan je natuurlijk niet heel lang bewaren. Dus je kan het lekker mengen met een banaantje om het wat zachter te maken. Want als je het zo drinkt, het is echt vreselijk zuur. Het is wel echt, ja, je houdt ervan of niet. Ik hou ervan. Dus of maken een smoothie van met banaan en mango. Dat is echt een super combinatie. En zo, ja, dan ben je een bikkel. En wat ik nu met deze ook nog ga doen, is ik ga deze in een schaal doen. En in die schaal ga ik ook laten drogen in die dehydrator om te kijken wat ik dan aan poeder overhoud. Maar tot op heden zeg ik, dit is eigenlijk wel fantastisch. Gewoon duindoornpoeder van eigen eiland. Dus dat is mijn duindoornverhaaltje. Duindoorn, vitamine C boost, immuunboost, antigriep. Nou ja, succes!